In de gemeente Hardenberg werken we aan een vitale economie. Een vitale economie is belangrijk voor de brede welvaart in onze gemeente. Hardenberg kenmerkt zich door sterke bedrijven, MKB-bedrijven, familiebedrijven. Het is ook belangrijk dat onze ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen, om te innoveren, want de uitdagingen zijn groot. Maar de economische opgaven zijn ook groot. Daarvoor hebben we in 2020 een nieuwe economische koers uitgezet. We richten ons op de grote technologische veranderingen die plaatsvinden. Hoe ondernemers, maar ook werknemers, daarop voorbereid zijn. Op de circulaire economie, die meer en meer belangrijk gaat worden. Maar ook het arbeidsmarktvraagstuk. Hoe zorgen we dat we voldoende en goed geschoold personeel ook in de toekomst hebben om bij deze bedrijven te kunnen werken. Hey Simpel, we zijn hier bij jouw bedrijf. Ja. Prachtig bedrijf, groot bedrijf, transportbedrijf. Ja. Wat voor de ondernemingen werk jij hier eigenlijk voor? We werken voor heel veel bedrijven op het energieterrein. Onder andere voor Precisiemetaal, Maceervon. In Hardenberg hebben we ook heel veel bedrijven. En wat gebeurt er hier? Want jullie hebben ontzettend veel ruimte. Veel vrachthouders natuurlijk, ja. Maar ook. Nou, we zitten hier op ons hoofdkantoor. 15 hectare grond hebben we hier. De toekomst hopen we dat we nog eens 5 hectare tot 7 hectare kunnen aankopen van de gemeente. Hier achter ons zien we onze werkplaats en rechts van ons is ons hoofdkantoor. En het is transport, warehousing en rollenpaal, Dedensvaart, ja. Goede locatie? En voor ons is Dedensvaart, een paar jaar terug hebben we gezegd van waar blijven we investeren? Nou ja, onder andere is dat het meeste doen we in Dedensvaart. Daarnaast zitten we in Geleen, hebben we een nieuw gebouw neergezet. En in Culemborg en in Tsjechië zitten we ook. Prachtig, internationaal bedrijf, hoofdvestiging hier in Dedensvaart. Ja. En naar de toekomst toe, personeel? Ja, dat is natuurlijk wel. Eerder was het zo dat als iemand chauffeur werd, dan bleef hij 40 jaar chauffeur. En dat is ook wel mooi. De jeugd die wil meer. En bij ons kun je ook veel meer. We bieden traineeships aan. De jeugd start bijvoorbeeld op de loods of als chauffeur. En die kan doorgroeien naar planner, voorwaarder, noem het maar op. We hebben heel veel mogelijkheden.